Op uw Facebookpagina en op YouTube daar staat een impressie van het project Schilderijen van een tentoonstelling over Mussorgsky en een concert wat erbij is. Dat houden we op 6 juli door de pianist Frans Douwe-Slot en de wargelist Theo Jellema. Sjoch maar eens. Een tijdje terug zijn we benaderd door Saakje Zijlstra, die via de stichting Appassionata dit concert gaat organiseren. Op 6 juli wordt er een concert gegeven, een orgelconcert. En vandaag zijn we gestart met Frans Douwe-Slot, die hier op de piano het concert voor de leerlingen heeft voorgespeeld. Het project dat gaat over de schilderijen tentoonstelling van Mussorgsky. Zowel orgel als de pianoversie. En nou ja, dat wordt 6 juli natuurlijk uitgevoerd samen met Theo Jellema op orgel. En ja, ik doe dan de pianopartij. En dat is dan één geheel wordt daarvan gevormd. Het is natuurlijk vrij uniek om twee keer hetzelfde werk in één concert te spelen. Maar ja, met deze waanzinnige afwisseling dan moet het een mooi concert worden sowieso. Het project is zo ongeveer als volgt. Ik denk dat ze nu vandaag voor het eerst hebben kennis gemaakt met de muziek en met de componist en met de schilder. Het is zo dat de compositie van de schilderij tentoonstelling er nog is. Dus de muziek is er nog. De schilderijen zijn helaas voor een groot gedeelte verwoest. En de vraag is bij onze leerlingen terechtgekomen zo van maak of herschep de schilderijen opnieuw. En die worden ook tijdens het concert getoond. Dat is het thema. Dankjewel. Het is eigenlijk een heel simpel thema. Ik ga straks niet alles helemaal spelen hoor, maar ik vind dat jullie het beginthema, het grote thema, dat jullie dat helemaal moeten hebben gehoord. De rest gaan we alleen maar kleine stukjes gaan we in ieder geval beluisteren, want het stuk zelf duurt ook al een half uur.